voetbal op zondagochtend. Ja. Hoe vaak gebeurt dat hier? Ik ben hier 18 jaar geleden mee begonnen, in 1992. Omdat ik dus van mening ben dat het Siddadorp, wat dit jaar 25 jaar bestaat, en wat dus een spiritueel dorp is, de doelstelling van het Siddadorp is dat we dus twee keer per dag samen mediteren, het TM City programma doen. Maar daarnaast vind ik het ook erg belangrijk dat we naar buiten ook de mensen laten zien dat wij eigenlijk normaal zijn, net als ieder ander. En wat is er nou normaler, Nederlandser dan voetballen? Geen Siddadorp bewonen en toch hier voetballen, waarom? Dat komt merendeels omdat ik heel veel mensen ken uit het Siddadorp. Ben ik mee opgegroeid wel in Lelystad. En we hebben besloten om op een zondagochtend tot een uurtje of 1, 2 toch lekker te voetballen. En dan komen we met z'n allen bij elkaar en dan gaan we lekker een balletje trappen. En je komt niet uit het Siddadorp. Nee. Voel je dan wel welkom hier? Ik voel me hartstikke welkom. Iedereen ontvangt je met open armen. En het is gewoon één groot gezin eigenlijk. Er wordt hier dus niet nauwelijks gevloekt. En we trappen elkaar dus ook niet de benen onder het lijf vandaan. Het mag best een beetje hard en stevig zijn. Ik vind af en toe dat met name de mediterende boys best wat harder mogen zijn. Maar het is toch een relaxte sfeer. En ik vind het dus heel bijzonder dat dus die jongens van buiten aangeven van we komen bij jullie. Omdat het zo prettig is. Als buitenstaander en je kijkt zeg maar gewoon naar de rest van Siddadorp, kan ik wel inkomen dat mensen het af en toe raar vinden. Alleen, dat is puntje bij paaltje, zijn het gewoon normale mensen. En je kan er lekker mee praten, ze zijn heel erg sociaal, dus ja. En hoe zou jij de sfeer beschrijven hier? Fanatiek. Vriendschappelijk en gezellig. Het is gewoon, zodra we beginnen is gewoon iedereen fanatiek, maar op een goede manier. Dus niet op elkaar zitten te zeuren. Ja, tuurlijk komt het wel eens even voor, maar niet zoals een echte wedstrijd bijvoorbeeld. En voor de rest, als het klaar is, dan praat je gewoon lekker na en dan gaat iedereen weer naar zijn huis en zie je elkaar de volgende week weer. Lijkt je wat om hier zelf te komen wonen? Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Ik heb het ook geprobeerd om te doen. Alleen dan heb je een cursus nodig, geloof ik, van het Siddadorp zelf. En daar heb ik toch nog even over nagedacht. En dan moet ik sowieso nog wat informatie voor winnen. Wil ik echt de knoop doorhakken om hier te komen wonen. Maar je denkt wel over na? Ik denk er zeker over na, ja.